zangeres Demi Lovato onthult details over haar overdosis in 2018 die haar bijna het leven kostte. Ik had 3 beroertes en kreeg een hartaanval, vertelt ze in de trailer van haar nieuwe YouTube-documentaire Demi Lovato, Dancing with the Devil. Tekst gaat verder onder advertentie. Lovato kampte al als tiener met een alcohol- en drugsverslaving. Ze was 6 jaar sober, maar had in 2018 een terugval. In juli dat jaar werd de zangeres bewusteloos in haar huis in Los Angeles gevonden nadat ze een overdosis had genomen. Mijn dokters gaven me nog 5 tot 10 minuten, blikt de Amerikaanse zangeres terug op het moment. In de documentaire wordt door haar goede vriend, acteur Matthijs Koot Montgomery, opgeworpen dat Lovato aan heroïne was begonnen. Ik ben een grens overgegaan, die ik eerder nooit passeerde, is het enige wat Lovato daar zelf over zegt. Met de film hoopt Lovato wat zaken recht te zetten van de afgelopen 2 jaar. Ik heb er heel veel over te zeggen. Ik heb zoveel levens gehad. Ik ben als een kat. Dit is mijn 9e leven. Demi Lovato, Dancing with the Devil is vanaf 23 maart te zien op YouTube. Buzzelets Blok ADS.